Hallo, goedemorgen. Ja, deze video start ik toch al wel heel wat vrolijker dan gisteren, hè? Geef me eerlijk toe. Gisteren had ik echt waar gewoon een, ja, ik wou zeggen kutdag. Ja, eigenlijk is het ook zo. Ik had gisteren gewoon een kutdag. Dat mag ook wel een keertje gezegd zijn. Nee, het ging mij gisteren echt waar gewoon niet af. Ik voelde mij gewoon mentaal ook heel erg zwak. Maar dat had dus dan ook wel eigenlijk zijn reden. Als je daarnaar benieuwd bent, moet je maar heel eventjes de video van gisteren bekijken. Maar het was gisteren echt gewoon een dag dat ik de hele tijd gewoon moest huilen. En het ging gewoon niet. Maar ja. Vandaag een betere dag, nieuwe kansen. En vandaag is het ook opnieuw een werkendag, daarom dat hier dus ook nog altijd een mondmaskerflapje hangt te bengelen. Dat is dus omdat we in ons koffienastiaasje moeten rondlopen met ons mondmaskertje aan. Zo zien we eruit in onze zaak. Maar om te vloggen vind ik het zo toch wel net ietsje handiger. Zo zien jullie ook nog mijn lippen bewegen. Zo hoor, ik denk dat het ook wel beter is ook wel om iemand te verstaan. Denk ik zelf. Ik versta zelf mensen die een mondmasker hebben, die mondmasker dragen ietsje minder goed. Dus daarom, als we dan toch maar hierboven in onze slaapkamer staan, dan kan ik weer eventjes het mondmaskertje weer aflaten. Ik sta hier trouwens hierboven in de slaapkamer, omdat ik volop bezig was ook nog om onze wasmachine en onze droogkast op te zetten. Want vandaag is het opnieuw wasdag. En er was heel wat was. Omdat ik dus natuurlijk ook vorige week niet zo echt heel erg gemakkelijk aan de grond kon. Of eigenlijk haal ik alles uit onze wasmand, gooi ik op de grond in stapeltjes. Witte was, donker was, ook nog eens onze gekleurde was. Dus dan, ja, al die dingetjes, dan heb ik eigenlijk vorige week niet zo heel erg goed onderhouden. Jeno heeft dat wel een deel wel eigenlijk gedaan. Maar vorige week is dus niet alles gewassen. Dus deze week ietsje meer was, maar het is niet zo heel erg. Ik vind eigenlijk vooral strijken achteraf niet zo heel leuk. Maar ja, ik ga dus nu weer verder werken. En straks gaan wij nog iets keitof doen. Kijk er al naar uit. Onze werkdag, die zit erop. Ik moet zeggen dat ik wel eigenlijk blij ben dat die erop zit. Want gisteren was best wel een zware dag. En vandaag was het dan wel gelukkig wel ietsje rustiger. Met mij gaat het ook wel ietsje beter. Blij dat die erop zit. Morgen nog één dagje werken en dan begint alweer ons weekend. Maar eigenlijk gaan we nu al iets heel erg leuks doen. Want we gaan vanavond gaan eten samen met Tom en Eline, dus mijn broer en zijn vriendin. En mijn mama en mijn stiefpapa die gaan ook mee. En we gaan eten om mijn mama haar verjaardag of haar moederdag te vieren. Ik denk dat het over haar moederdag gaat. Eén van de twee in ieder geval. Maar we hebben het al een paar keer weer moeten uitstellen. Omdat we zo'n drukke agenda hebben allemaal. En nu gaat het dan toch eindelijk gebeuren. Vandaag is het etentje dat ik dus eigenlijk al vermeed. Volgens mij is het voor mijn mama haar moederdag. Bijna zeker. Ja, ik denk dat het voor haar moederdag is. Dus ja, en mijn broer vond het ook wel een keertje nog eens tof om ook nog eens met ons erbij. En ik ben want deelt ook nog eens met hem erbij. Dus dat is gewoon een ideale combinatie om nog een keertje met zijn zessen op restaurant te gaan. En geef eerlijk toe, elke reden is toch gewoon goed om op restaurant te gaan. En we gaan dus niet zomaar naar een restaurant. We gaan vandaag gaan eten in Geel. En ik moet zeggen dat ik daar kei mega hard naar uitkijk. Want daar hebben ze een vegetarische chili sin carne. Dus zalig, lekker gewoon. Ik kijk echt mega hard naar uit. Jeno is daar nu ook. Ofwel moest het mijn mama zijn die daar nu wel binnenwandelde, maar ik hoorde de voetstappen van Jeno. Ja. Zo wist ik vroeger ook, als mijn mama bood ook onze trappen omhoog wandelde, herkende ik mama haar voetstappen. Mijn papa herkende ik zijn voetstappen. Tom herkende ik zijn voetstappen. Dat is normaal. En jouw voetstappen herken ik ook al. Mooi, dus, ja. Dat is heel normaal dat ja. Allemaal zo is. Had jij vroeger ook? Herken je ook je mama's en papa's voetstappen en zo? Ja. We hadden vroeger. Oh, kijk, nu gaat de deur. Nu zit mijn mama, denk ik. Ja. Of, oh ja, het is dus wel de mama. Ik wou zeggen, ofwel moet het eigenlijk een inbreker zijn die dat eigenlijk een sleutel heeft. Maar dat zou ook eigenlijk niet zo al te leuk zijn. Maar we gaan dus eigenlijk vertrekken. Zoals ik daarnet al heb gezegd, we gaan hier lekker genieten. Ik was Roan zijn eerste schoolweek bevallen. Ik heb hem de hele dag met een school gedaan. Het is net toch iemand schoepbalen geweest van hem. Heel dagen. Ja, mijn vader was al aan het begin. Ik ben voor een vroeger eruit. Ik heb het in de doek.
feestje is op zijn einde gekomen. De tassen zijn leeg. En de zaak ook. We zijn hier als allerlaatste weer aan. Dat is de derde keer dat we als laatste hier zijn. De stoelen staan onder tafel. De mondmaskers zijn teruggegaan. En de uitgang is langs de andere kant, ja. En de rekening is betaald. Dus moeten we langs hier? Ah ja. Dan gaan we zo. Dankjewel. Oké, dankjewel. Kijk, zie. Voilà, we zijn weer al terug te trekken. En corona-proof. Weer al lekker. Ja. Moeten wij nu echt lang zien, man? Wat staat hier? Wat is dat hier? Jan, wat is dat hier? Kom er naartoe? Moeten zo. Oké. Sorry, next day. Ja, ik ben onderweg. Misschien een keer dat we al dat volk besmetten. Ja. Maar ja, juist is juist.